Dus op het ogenblik dat ik geconfronteerd werd en de diagnose kreeg dat ik prostaatkanker had, met het woord kanker, dat toch nog altijd een angstwekkend en een angstgevend begrip is, heb ik dan overal zo een beetje proberen mijn licht op te zetten. En dan ben ik via via op het spoor gekomen van My Cancer Navigator. Ik heb dan in een verlengd weekend, met een feestdag in het midden van de week en daarna een verlengd weekend, mijn vraag gesteld via de website, op het webformulier. En ik heb nog datzelfde weekend antwoord gekregen op vragen van bijkomende stukken die ik heb overgemaakt. En dat vond ik dan geweldig. Ten eerste de deskundigheid en de wetenschappelijke basis waarop het antwoord gefundeerd was, één. Maar twee, die persoonlijke aanpak. Want My Cancer Navigator heeft dan onmiddellijk spontaan voorgesteld om naar hier bij ons thuis te komen, om samen eens te bekijken wat voor mij de meest gunstige of de meest efficiënte ingreep zou worden. Ja. En dan op een bepaald moment hebben we dan een afspraak gemaakt, zeer kort, na mijn eerste contact met My Cancer Navigator. En dus dat bleek dan een dokter te zijn die heel goed op de hoogte was van de gang van zaken en van de evolutie, ook op internationaal vlak. Ik kreeg daar zo'n geruststellend gevoel van, want in het begin was het dus nog dokter en op het einde van het gesprek waren we elkaar al aan het tutoyeren en spraken we elkaar al aan met de voorname. Ja, dus het resultaat is dan wel geweest dat ik nu overloop van enthousiasme over de aanpak en de inbreng en de begeleiding en de opvang van My Cancer Navigator. Vandaar ook, ik heb onmiddellijk spontaan een aantal kaartjes gevraagd met de internetcoördinaten, met het telefoonnummer en zo verder. En ik geef dat aan iedereen, dat men mij nu rechtstreeks aanspreekt over kanker of niet, maar ik vertel ook over mijn probleem dat ik gehad heb en over de oplossing en de rol die My Cancer Navigator heeft gespeeld. In geuren en kleuren doe ik dat dan. Hè? En ik geef dan altijd mijn kaartje, het kaartje van My Cancer Navigator af aan die mensen, met een, gewoon met de mededeling, als je ooit zelf, of iemand in je onmiddellijke omgeving, of iemand in je verre familie, te maken hebt met kanker, in welke vorm ook, of van welk orgaan ook, neem absoluut contact met My Cancer Navigator, want je krijgt een persoonlijke begeleiding, een persoonlijke aanpak. En bij mij heeft dat ook geresulteerd, daar durf ik ook heel eerlijk voor uitkomen, hè, dat ik nu spontaan op het einde van het jaar een donatie gedaan heb. Want dat heeft mij heel veel geholpen en de rekeningen van het ziekenhuis komen ook. Maar die spontane bijdrage aan My Cancer Navigator was echt spontaan.